Welkom bij weer een uitzending van TV Berchem en www.berchem.nl. We hebben deze keer in onze studio als gasten Annie Bimbergen-Oppers. Annie, van harte welkom. Zou jij je even voor willen stellen aan onze kijkers? Ja, ik ben Annie Bimbergen. Ik kom uit Velpen bij Graven en ik woon sinds 1976 in Berchem en getrouwd met Gerrit. Nou, dat zullen we nooit meer vergeten. Nee, ik denk het ook niet. Ja. Afgelopen zondag werd jij tijdens het zo geslaagde evenement Bruisend Berchem benoemd tot Bruisende Berchse. Een hele mooie onderscheiding die jij gehad hebt en je zult er ongetwijfeld heel erg blij mee zijn. Absoluut. Was het voor jou een verrassing dat je die onderscheiding kreeg of heb je iets gemerkt? Of hebben ze gewoon om de tuin geleid en naar Hoezewels laten komen? Nou, complete verrassing. We zouden gaan brunchen bij Motel Nuland. En ze gingen maar niet van huis. En toen op een gegeven moment komt het treintje van Berchem-Bruist bij ons langs. En die stopte bij ons voor de deur. En daar kwam Arjan en Sandra uit. Ja, en dan gaan er wel even wat bellen aan het rinkelen. Want dan weet je wat er te doen is. Dus dat was een complete verrassing. Absoluut. Ja. En buiten, de buurt die stond allemaal buiten. Die wisten er allemaal van. Want Gerrit die heeft bij familie en vrienden nogal wat briefjes in de bus geduwd. Met mondje dicht. Ja, kom naar Hoezewels, want Annie wordt gedecoreerd. Nou ja, dat is wel heel erg lief. En ook super dat hij dat gedaan heeft. Er blijkt wel uit dat hij erg trots op jou is. Absoluut, denk het wel dan. En terecht, hè. Toen jij eenmaal op het podium stond, wat ging er toen door jou heen? Nou, toen ik al de trap opliep en dat er afgekondigd werd dat er aangekondigd werd dat er de Bruisende Berchse aankwam en dat er toen zo'n groot applaus voor mij was. Nou, dat is kippenvel. En de mooie toespraak van Arjan. En het mooie is, Arjan die reikt mij de bokaal uit en Arjan is bij mij nou bij de Welpen geweest. Dus dat is helemaal mooi dat je dat nu voor elkaar kunt doen. Ja. En toen ik mijn familie en vrienden daar allemaal zag zitten, ja, geweldig. Ja. En dan op het einde dat je de trap afliep en dan de hele lange rij mensen die voor jou in de rij gaan staan om jou te feliciteren. Daar is de grote waardering. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja, dat was onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ja, Annie, je hebt die onderscheiding niet voor niets gekregen. Je bent een vrouw die heel erg actief is in Berchem. En al, ja, daar ben je al jaren. Je weet van aanpakken. Je deinst niet terug om flink wat vrijwilligerswerk te doen. Ik weet onder andere dat je 35 jaar lang bij Scouting Berchem actief bent geweest. Kun je daar nog even iets over vertellen? Ja, ik ben in 1973 hier in Berchem komen werken en daar werd mij eigenlijk meteen gevraagd of dat ik niet Arkela wilde worden. Want toen hadden we nog twee welpengroepen en daar hadden ze een Arkela nodig. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van scouting gehoord, want daar was er in Velp niet. Nou, en daar ben ik ingerold en ik ben tot 85 ben ik Arkela geweest. En daarna bestuurswerk gedaan, secretaris en heel veel hand- en spandiensten. En nou, ooit voor één activiteit heb ik al 100 dassen zitten naaien en dat allemaal. En ja, dat is altijd toch mijn hele grote hobby geweest, scouting. Maar dat kwam omdat Gerrit was, zat daar natuurlijk bij. En dan doe je het ook samen en ja, geweldig. Ja, ja, en dan heeft scouting ook nog gezorgd voor een bijzondere gebeurtenis in jullie leven. Hè? Ja, ja. Ik vind het wel leuk als je daar ook even iets van vertelt. Nou, in 1974 hadden wij een evenement in Ommen. En ja, ik zag Gerrit eigenlijk wel zitten. En daar is de vonk over geslagen. En ja, daar zijn we bij elkaar gebleven. En in 1976 getrouwd. En dus bijna volgend jaar 40 jaar bij elkaar. En bevalt nog steeds prima. De vonk die brandt nog steeds. En de vonk die brandt nog steeds, ja. Ja, jij bent niet alleen bij scouting actief geweest. Je bent ook nog steeds, doe je dat, bestuurslid en vicevoorzitter bij de vereniging Vincentius. Wat doe jij bij Vincentius onder andere? Nou, Vincentius, het is tegenwoordig stichting.
Steunfonds Vincentius Berchem. Wij proberen mensen te helpen die in geldelijke nood zitten. Daar gaan wij mee aan de tafel zitten en proberen of dat we daar een oplossing kunnen vinden. Ook helpen wij de mensen met, als ze dat willen, met budgetteren of met andere noodzakelijke dingen die ze op dat moment nodig hebben. Het is gewoon heel dankbaar werk. Ja, ik doe dat 27 jaar al en dat hoeft ook niet iedereen te weten, maar dat is gewoon heel dankbaar werk. En de mensen die hulp nodig hebben, ja, daar hoeven we nu niet over te praten, maar die kunnen denk ik gewoon met een briefje of zo. Ja, een briefje of via telefoon of via, we hebben nu voor de website ook. En strikte geheimhouding. Ja, en dat is denk ik het grootste punt, dat het echt een strikte geheimhouding is. Ja, ik denk dat ook een van de sterke punten van jullie absoluut, is. Hè? Absoluut. Ja, ja. Nou, dan heb je verder liefst 20 jaar geloof ik bij de parochie heb jij dingen gedaan, op een geweldige manier, onvoorstelbaar wat jij allemaal gedaan hebt. Kun je over de dingen die je gedaan hebt ook even wat vertellen? Nou, ik ben via Vincentius, als afgevaardigde, ben ik in beraad diakonie terechtgekomen. En van daaruit had pastoor Van Genuchten, die vroeg mij of dat ik in het parochiebestuur zitting wilde nemen. En ja, dat was een hele uitdaging en die ben ik aangegaan en dat heb ik echt jaren gedaan en met zoveel plezier. Daarnaast rol je natuurlijk van het ene in het andere en doe je op het laatst, heeft iemand gezegd, ik denk dat je wel 17 dingen deed in de prochie, dat weet ik niet, maar goed, dat doe je met plezier, want anders doe je het niet. En we hebben daar echt zoveel plezier gehad en zoveel lief en leed ook gedeeld en niet alleen met de vrijwilligers onder elkaar, want we hadden in die tijd toch 350 vrijwilligers, dus dat was een hele groep. Ja, ja. Maar ook de mensen die gewoon binnen even liepen voor een praatje en die steun nodig hadden, daar waren wij voor. En ik bedoel, dan laat je gewoon alles liggen en dan ga je met die mensen praten. Dat was gewoon ook heel belangrijk daar. Nou, we hebben daar heel veel georganiseerd, ook onder andere elk jaar de vrijwilligersmiddagavond. Daar werd elk jaar een vrijwilliger en vrijwilligster gekozen. Ja, daar hadden we er veel meer van kunnen kiezen, want dat doet natuurlijk zoveel mensen, doen zoveel goed werk. En dat was ook heel erg fijn om dat te doen. Vanuit de prochie heb ik ook elke 14 dagen in het Trefpunt een stukje geschreven. Gewoon ook seizoengebonden, activiteitgebonden, met daarbij een gedicht en een spreuk. En zo ook in de Wilbertcourier. Ja, en Het mooie is dat er nu nog wel mensen vragen van, zou je dat niet terug willen gaan doen? Maar dat kan gewoon niet. Ik bedoel, nu onder de parochie schrijft kaplaan Beekman een stuk. Nou, prima. Dat is ook veranderd. En ik ben vanuit de parochie, was ik bij de avondwakengroep. Maar sinds dus de avondwakers niet meer apart gehouden mogen worden, ben ik daarmee gestopt. En ik ben daar toen mee ook opgestart in de bergplaats. En dat is gewoon ook heel dankbaar werk. Ja, dus heel mooi werk. Je doet toch nog steeds wat op dat gebied. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, absoluut. Nou, hartstikke goed. Ja. Ja. En dan ben jij dit jaar, geloof ik, ben je bestuurslid geworden van de Zonnebloem. Ook ook mooi werk en ook werk wat jou ligt, want ik ken jou. Ik weet wat je kunt en wat je heel goed doet. Wat ben jij bij de Zonnebloem gaan doen als bestuurslid? Nou, als je stopt bij een vereniging, of nu dan bij de parochie, dan weten ze je gauw genoeg te vinden. En op een gegeven moment belde Gontje van Duren, de voorzitter van de Zonnebloem, mij op. Of dat ik eens niet wilde nadenken over een bestuursfunctie bij de Zonnebloem. En dan met name het bezoekwerk. Ja, dat vind ik gewoon leuk, omdat je heel veel mensen kent. En dat werk toch veel gedaan hebt al. Dus daar heb ik helemaal niet zo lang over na hoeven te denken. Dus daar was ik eigenlijk vrij vlot uit. En ik heb eerst een jaar meegelopen, zeg maar, met Francine. Die toen moest stoppen vanwege het aantal jaren dat je maar in het bestuur bij de Zonnebloem mag zitten. En afgelopen februari ben ik er alleen gaan doen. Ja, en het is gewoon weer, ik blijf het zeggen, zo'n dankbaar werk en zo leuk om te doen. Ja. Het is gewoon weer een hele nieuwe uitdaging. Ja. Super. En een heel fijn bestuur, jong bestuur en ja, dat scheelt ook veel. Je kent de mensen en heel veel mensen in Berchem. Is alleen maar leuk om te doen. Ja, het geeft dus erg veel voldoening. Absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, en dan zijn er nog wel wat meer dingen die jij doet, maar ik denk dat we te ver gaan om daar ook nog op in te gaan. Het zal de kijkers duidelijk zijn dat jij de onderscheiding terecht
gekregen hebt. Want jij bent iemand die zich volledig inzet en daar niks tegenover stelt. Jij doet het gewoon als je ziet dat het nodig is en dan ben je er. Ik wil je dus nogmaals feliciteren met de onderscheiding die je gekregen hebt. Die heb je dik en dik verdiend. Ik kijk dan naar dat mooie kunstwerk wat jij gekregen hebt. Dat staat bij jullie thuis al op de kast. Nou, het stond bij ons thuis op de kast. En langs de zilveren Willy Brothers, die Gerrit en ik in 2008 gekregen hebben. Bij de dorpsraad voor de werk bij scouting. Ja, dat zijn twee kostbare dingen. En ja, dit is ook weer iets geweldigs. Ja. Overigens, Annette Roken heeft dit mooie kunststuk gemaakt. Hè? Ja, heeft ze geweldig mooi gedaan. Absoluut, ja. Prachtig. Ja, ja. Dan ben ik eigenlijk een beetje door mijn vragen heen. Maar wil jij zelf nog iets tegen de kijkers zeggen? Nou, ik wil graag iets zeggen, maar vrijwilliger zijn kun je niet alleen. Als jouw gezin er niet achter staat, dan lukt dat gewoon niet. Dus ik wil eigenlijk bij deze Gerrit en mijn gezin, bestaande uit Oceanine en Twan en Willian en Annemarie, onze twee geweldige kleinzonen, Sam en Mels, en nu de derde kan elke dag geboren worden. Dus weer een hele nieuwe uitdaging weer erbij. Die wil ik gewoon bedanken dat ze altijd mij de ruimte hebben gegeven om dit vrijwilligerswerk te doen, want vrijwilligen is niet vrijblijvend. Als je iets aangaat, moet je dat ook gewoon voor de volle 100% doen. Ja. En ik vind, daarbij wil ik ook alle vrijwilligers van Berchem bedanken. Er zijn hier zoveel mensen die zoveel goeds doen. En ik word nu op de voorgrond gezet. Maar er zijn zoveel mensen in Berchem die op de voorgrond gezet zouden kunnen worden. Dat kan natuurlijk niet, maar daarom wil ik deze bokaal ook aan alle vrijwilligers van Berchem opdragen. En niet alleen voor mijzelf. En Berchem Bruist wil ik zeggen, dankjewel dat jullie mij de gelegenheid gegeven hebben om een keer de Bruisende Bergse te worden. Want dat is helemaal geweldig. En afsluiten wil ik met een zin. En dat is de slogan op het moment van de zonnebloem. En er staat in, er kan zoveel meer dan je denkt. En zo is het. Ja, zo is het inderdaad. Dankjewel. Ja. Nou, wij zijn jou dankbaar dat je naar de studio gekomen bent voor dit interview. Bedankt daarvoor. En dan kan ik je ook nog een goede raad meegeven, Annie. Je bent bruisend, blijf bruisend. En dan kunnen we in Berchem nog heel veel plezier van jou hebben. Nou, ik hoop dat ik het nog heel lang kan blijven doen. En dankjewel voor dit gesprek. Beste kijkers, dit was weer een uitzending van TV Berchem en www.berchem.nl. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik hoop dat u vooral genoten heeft van onze bruisende Annie. Graag tot de volgende keer.